Hi, ik ben Ivo. Dit is de week van 538 op ons YouTube-kanaal 538 Gemist. We beginnen met de Koen en Sander Show. Zij hadden het over de grootste ergernissen tijdens concerten. Het is namelijk gewoon fucking irritant als mensen door de muziek heen praten. Dat is mijn ergernis. Ik ben 2 meter 3. Ja. Dus ik kan nooit vooraan staan. Want als ik ergens vooraan sta, dan zie je daar... Ga ze van de kant, joh. Ik zie helemaal niks. Ja, kan ik toch ook niks aan doen? Nee, dat wou ik net zeggen, Koen. Nou, dan word jij bijna gestraft voor het feit dat ik lang ben. Ja. Dat jij kan nooit naar een concert vooraan staan. Nee. Er komt heel veel binnen. Anne Bolen in korte zwembroekjes, zegt iemand. Dan vraag ik me af waar die heen gaat. Vieze zweetlucht. Ja, dancefestival. Niet te hard schreeuwen. Bier gooien op publiek. En deze, ja, dit vond ik wel heel erg... Mensen die hey ho roepen, komt heel vaak binnen. Oh, ja. De hey hoers. Oh, ja. En dit is wel de ergste en ook heel herkenbaar. Hier hebt iemand... Afgelopen weekend probeerden mensen met Pia Douwers mee te zingen... tijdens Elisabeth een concert. Niet doen. Ja, schitterend, ja. Maar dat gelul er doorheen, dat zouden we allemaal best wel wat minder kunnen doen natuurlijk. Nou, ik vind sowieso op het moment dat platen of dat muziek loopt... en mensen door platen of door muziek heen gaan praten... dat is gewoon disrespect. Dat kan je gewoon niet maken. Het is gewoon bloedirritant. Super vervelend. Voor alle partijen ook, ja. En voor de artiesten natuurlijk ook, want die probeert dan een heel mooi liedje te zingen. Ja. En dan zit je daar gewoon de hele tijd doorheen te jebberen. Die probeert een boodschap over te brengen. En die boodschap vond ik ook helemaal niet aan. Nee. Echt gênant, hoor. Echt ongelooflijk. Dat soort mensen weten ook gewoon niet wanneer ze moeten stoppen. Nee, dat gaat maar door. En dan kunnen andere mensen tegen je zeggen... Hey, jongens, hou even je bek dicht uit dat gelul. Maar dan steek jij net in een goed gesprek en dan ga je er toch gewoon mee door. En er zijn mensen die hun eigen ook heel graag horen praten. Dat is zo irritant. Het zijn mensen die hun eigen gewoon alleen maar horen lullen. Ja, die vinden zichzelf dan belangrijker dan de artiest, weet je wel. En weet je wat ik daarvan zeg? Daarvan zeg ik... niet meer doen, jongens. Laten we even door de Instagram-accounts van de 538-jocks gaan. Wat is er allemaal voor en achter de schermen gebeurd bij 538? Frank Dane, die was met zijn tuintour vorige week de gast bij Wendy van Dijk en Erland Galjaard. Hartstikke gezellig natuurlijk, maar de mannen die werden ook wel even aan het werk gezet door Wendy met haar discs. Ze moesten 10 minuten een workout doen en ja, daar zou iedereen moe van worden. Sander ging op vaderdag met zijn broer Marcel naar het concert van Bryan Adams. Natuurlijk mocht een leuke foto niet ontbreken, maar Sander zegt zelf even ter verduidelijking, omdat we zo op elkaar lijken, Marcel is degene links. Heel goed, Sander. Wij hadden het anders niet geraden. Mijn collega en goede vriend Barend van Delen, die is deze week 30 jaar geworden. Gefeliciteerd nog, grap. Op zijn Instagram plaatste hij deze foto. Ik herken hem er verder bijna niet op terug. Daniel en ik die konden het natuurlijk niet laten om Barend te verrassen tijdens zijn show. 538 verkeersinformatie. Heb je nou die fles champagne die ik jou zaterdag had? Mooi, ja. Heb je die weer bij je, Ivo van Breukelen? Deze heb jij van Kraantje Papi gekregen. Je hebt hem aan mij gegeven om te feliciteren met het op 40. En nu is hij weer voor jou. En zo blijft hij lekker in de familie. Alsjeblieft. Kun je hem even losgooien? 10 juli ben ik jarig. En YouTuber Calvijn, die was deze week co-host bij Daniel Lippes. Wat zou Calvijn nou op een normale zondag doen? Ik heb wel wat leuks gedaan. Ik heb een serie op mijn kanaal, Het Gekke Werk. En dan moet ik idiote opdrachten binnen 24 uur uitvoeren. En de aflevering van komende zaterdag is... geef een schuimparty in de tuin van een YouTuber. Zonder dat hij het door heeft. Oké. Dus ik heb letterlijk de tuin... En hij weet er niks van. Ik heb de tuin van een YouTuber tot 3 meter gevuld met schuim. Ik heb een rare schuimmachine, echt 2 van die kanonnen geregeld. En we hebben echt binnen een kwartier die hele tuin gevuld met 3 meter schuim. We hebben feestjes ingebouwd, we zijn in het zwembad geweest. Er stond een zwembad in de tuin. Misschien kun je raden wie het is. Maar toen hebben we het binnen een uur weer weggehaald. En toen kwam hij een uur later thuis en hij heeft nooit iets doorgehad. Maar je hebt het nog steeds ook min of meer stilgehouden. Hij weet nog van niks. Ja, en de bedoeling is dat hij zaterdag dus de video ziet en denkt... Hé, is dit gebeurd bij mij thuis? En waar was ik? Ja, precies. Ja, hij was gewoon lekker op bezoek bij iemand anders. Oké. Maar dat was mooi. Maar hij weet dus nog van niks. En het zou kunnen zijn dat die YouTuber nu naar 58 zit te luisteren... en zoiets heeft van... Hé, what the fuck, ik heb ook een zwembad in de tuin. Ja, precies. Dat zou ik legendarisch vinden. Maar ik ga geen namen noemen. Oké, was feest. Leuk. Ja, zeker. Er waren maar 2 mensen, maar alsnog, het was wel... Het ging meer gewoon om het feit dat je iemand zijn tuin vol met schuim gepompt hebt. Juist. Ah, lachen. Die video die komt dan zaterdag online. Komende zaterdag, zeker. Het is weer tijd voor de top 3 van deze week. Natuurlijk wordt er wel eens een grapje gemaakt bij 538. We hebben de beste 3 van de week voor je op een rij gezet. Op nummer 3, Frank, die weet wel hoe je mensen in de zeik moet nemen. Wat gaan we horen? De nieuwste Solvation. Wat is het? Met wie is het? Hoe heet die? Plaat heet Stay the Same.
Mm-hmm. Gezongen door Niels Geuzebroek. Het is de nieuwste van Solvation. Ik ken het geluid. Als diegene die het hoort, weet ik het niet meer. Ik vind het wel iets nederigs hebben. Sander, die kan heel goed verhalen aan elkaar koppelen op nummer 2. Er is een filmpje opgedoken van een stelletje dat wel op zeer intieme wijze een vliegtuigstoel deelt met elkaar. Terwijl zij bezig waren met een, tot een hoogtepunt te komen, werden ze gefilmd door passagiers. Die beelden vind je op 538.nl/Koen en Sander. Gebeurde allemaal op een vlucht naar Mexico. Het filmpje is al meer dan 3 miljoen keer bekeken. Gewoon? Ja. Op openbaar? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar je hoort wel eens van het toilet natuurlijk, maar... Ja, nee, dit was gewoon op een stoel. Ja, dan durf ik bijna de brug niet te maken, ja. André, maar... Dat gaat niet. Je bent toch heel lang alleen, hè, zo daarboven in de lucht. Je hebt het over seks in de ruimte. Nou ja, dat is één vereiste, je moet je goed vasthouden. Dat is het, wat je zweeft. Je zweeft. Maar voor de rest, het zal nooit een officieel experiment worden. Mooi dat hier, dat hier een echte astronaut een serieus antwoord op geeft. Ja. Ja. Want ook dat gaat zweven en is plakkerig. En op nummer 1, Niels weet alles van flauwe opmerkingen. Had jij een gedichtje gekregen ook? Nee, geen gedichtje, maar dan staat er bijvoorbeeld... en dat vond ik super lief, was echt ontroerd. Er stond erbij, wat hoop je voor je vader? Ja, ja. En er stond erbij... Een leuke moeder. Hij zou hem zelf gemaakt hebben. En als tweede... En dat was hem alweer, de week van 538. Abonneer je op dit kanaal. Ik zie je graag volgende week weer. En voordat we weg zijn, eerst nog even. Dit is de ochtendshow 538. Nieuwe muziek, Banks en Ranks. Lukt het, Frank? Hoor je dit? Nou, weet je wat het is? Ik ben heel benieuwd hoe jij dit gaat oplossen. Ik leg mijn benen op tafel. Nee. Jij bent zogenaamd een mooie man, een talent. Ik leg mijn benen op tafel en ik hoor wel... Je moet het schuifje open doen, hè? Ja, nee, maar als ik op het knopje druk en er gebeurt niks... Ja. Maar ik kan nog even het andere knopje proberen. Doe dan. We hebben twee opties. Nou. Nee, dat zit... Commercials, dat is het belangrijkste. Ja, laat me geld. Als de commercials het maar doen. Als die knoppen maar wel doen. Als de commercials het maar doen. Ik kan nog één andere optie proberen. Nee, wat eigenaardig dit, jongen. Dit is toch raar, zeg. Dit is heel eigenaardig. Ik ben zo benieuwd hoe jij je uit deze situatie gaat redden. Nou, ik heb nog een andere optie. Goed. Okay. Hebben. Ja, kom, misschien hangt Theo nog. Kunnen we nog een vervolggesprek doen. Dat we nog één vraag aan Theo. Nog één over misschien is er een tutorial voor hoe ik dit allemaal moet doen. Oké, nou, ik kan dit kan ik ook nog proberen. Ja! Ja!